Dag jongens en meisjes, ik ben Ted van der Pavert, speler van de Graafschap. En ik ga jullie een stukje voorlezen. En de tekst gaat over de Vijverberg, het stadion van de Graafschap. Oké. Stadion de Vijverberg, kortweg de Vijverberg genoemd, is een voetbalstadion in het Achterhoekse Doetinchem. Het stadion, gebouwd in 1954, heeft een capaciteit van 12.600 plaatsen en is de thuisbasis van betaald voetbalclub De Graafschap. Bouw en eerste wedstrijd. De Vijverberg wordt in 1954 gebouwd voor het dan net opgerichte De Graafschap, dat deel zou gaan nemen aan de competitie van de NBVB. Het veld, gelegen aan de Vijverlaan, wordt beschikbaar gesteld door een plaatselijke veehandelaar. De club heeft haast, want de competitie zou over enkele maanden beginnen. Binnen 5 maanden wordt het veld geëgaliseerd en worden er rondom houten tribunes geplaatst die voor een klein bedrag zijn overgenomen van amateurclubs uit de omgeving. Daarnaast worden er enkele keten voor de kleedkamers en het bestuur gebouwd. Op 4 september 1954 zien 12.000 toeschouwers Anton Beume het allereerste doelpunt maken in een oefenwedstrijd tegen Fortuna 54. Die uiteindelijk in 1-1 zou eindigen. De aftrap werd verricht door burgemeester J.E. Boddens Hosang. Tot ongenoegen van de KNVB, die dit geen taak vindt voor een burgervader. De naam van het stadion is ontleend aan het gelijknamige hotel dat vroeger op de plek van het stadion stond. Voor de bouw daarvan moest een groot aantal vijvertjes worden gedempt, waardoor er een kleine berg ontstond. Renovaties volgen elkaar op. Enkele maanden later wordt er een overdekte tribune met 1000 plaatsen bijgebouwd, wat de totale capaciteit op 12.500 plaatsen brengt. Slechts 3.500 hiervan zijn de zitplaatsen. Ondertussen is de NBVB opgeheven en doet de club mee in de reguliere KNVB-competitie. Ondanks de felle concurrentie van nabijgelegen clubs, zoals Vitesse en AGOVV Apeldoorn, trekt de Graafschap veel toeschouwers en al snel voldoet het stadion niet meer aan de gestelde eisen. Vanaf de jaren 60 worden er veel houten tribunes vervangen door betonnen versies en in november 1969 wordt er een overdekte Elascon staantribune aan de westzijde geplaatst. Deze tribune zou de naam Spinnekop krijgen, na de spijenkoop in het Liverpoolse Anfield Stadion, waar de fanatieke supporters zitten. Ook in Doetinchem krijgt de spinnenkop deze rol toebedeeld. In de daaropvolgende maanden worden er ook aan de andere drie zijdes tribunes geplaatst. Aan de noordzijde de Roodbergen tribune, aan de oostzijde de Groenendaal tribune en aan de zuidzijde de Vijverbergtribune. Daarnaast worden er lichtinstallaties geplaatst in de hoeken. In 1986 wordt ook de Vijverbergtribune verbouwd en van een overkapping voorzien. Bij de opening op 16 maart van dat jaar telt de tribune 3000 plaatsen. Door de bouw van het hoofdgebouw voor onder meer de kantoren en kleedkamers in diezelfde periode geldt deze zijde vanaf dat moment als hoofdtribune. Als aan het begin van de jaren 90 de oostzijde, de Groenendaal-tribune, van een eenvoudige zittribune wordt voorzien, kent het stadion 4 verschillende stijlen, waarvan de Roodbergtribune, die sinds de bouw in 1954 vrijwel onaangeraakt is gebleven, de oudste is. Volledige verbouwing. Halverwege de jaren 90 komt men tot de conclusie dat ingrijpen noodzakelijk is, omdat de Vijverberg in zijn huidige vorm niet meer voldoet. Plannen voor een nieuw stadion worden door supporters zonder omhaal naar de prullenbak verwezen, waarna wordt besloten tot een volledige renovatie die in de zomer van 1998 begint. Binnen 2 jaar worden alle 4 tribunes gesloopt en vervangen door moderne bouwwerken. De 4 hoeken worden dichtgebouwd en de tribunes komen dichter op het veld te staan, waardoor een compacte sfeer ontstaat. Die wordt vergeleken met veel Engelse stadions. De verbouwing is in 2000 gereed en de vernieuwde Vijverberg
wordt op 12 augustus van het jaar feestelijk geopend met een oefenwedstrijd tegen het Spaanse Deportivo Alavés. De wedstrijd zal eindigen in een doelpuntloos gelijkspel. In het seizoen 2006-2007 verkeert de Graafschap financieel in zwaar weer. En om uit de kosten te komen, wordt de grond waarop het stadion staat goedkoop overgenomen van de gemeente, zodat deze aan een groep investeerders kan worden doorverkocht. Ondanks de financiële malaise worden de supporters kampioen van de, of de superboeren kampioen van de eerste divisie en keren na 2 jaar terug op het hoogste niveau. Om aan de verhoogde interesse te voldoen, wordt de Vijfberg uitgebreid van een kleine 11.000 naar ruim 12.600 zitplaatsen. Dit werd gerealiseerd door onder meer de onderste rij, die tot dan enkele stoelen voor de stewards stelde, te voorzien van stadionstoeltjes. Nou, dit was een tekst over de Vijfberg.